zoals te zien bij Barendrecht op de Rijksweg A15. De Rotterdamse surveillanten zitten achter de bestuurder van een Ford Fiesta. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 100 km per uur. 124. Ik kan al een keertje. Ik kan een voorbeeldige linksrijden. Ja, dat is wel genoeg is. Ja, hier kan hij nu makkelijk naar rechts. Rechts in aanhouden. Echt? Prima dan. Nee, 138. Nou, dan netjes tussen proppen. Even meenemen. Maar niet voordat de Fordrijder deze vrachtwagen rechts heeft gepasseerd. Meer rechts inhalen. Waar zijn we hem voor de snelheid op? Ja, snelheid sowieso. Hij spiegelt goed. Ja, dank je. Goeiedag heer, maar hij zit al een behoorlijke tijd achter u. We zijn met een videosurveillance bezig. De snelheid is behoorlijk aan de hoge kant. We hebben een meting gedaan en dan komen we uit op 138 waar u maar 100 mag. En er gaat straks nog een wettelijke correctie vanaf, maar dan blijft het nog steeds te hard. Valt het ons op dat u rechts inhaalt, voortdurend links blijft rijden. Allemaal van die dingetjes die niet juist zijn. U bent niet het antwoord verplicht, maar hoe komt dat zo? Weet dat niet. Mag u even voor in plaats nemen? Goeiedag. Goeiedag. Jawel. Wat is de politie? De snelheid die u in het scherm ziet staan, dat is onze snelheid. Alleen straks gaat dat nog iets hoger. Daarbij valt ook op dat u toch wel redelijk... Links blijven liggen. Ja. Wat is daar de reden van? Nee, weet ik niet. Gewoon wel mak. Maar wat gebeurt. Want nu gaat u rechts inhalen. Ja. Lekker de rang erin en hem blijven maar links. Ja. En ik denk nou. Ja. Nou, dan maar rechts voorbij. Nou ja, dit is eigenlijk. Ja, ook gaat ook weer rechts voorbij. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Vraag maar aan de dode hoek, hè? Ja. Ja. Die verwacht niet dat u dat doet. Maar wat vindt u ervan als u dit zo terugziet? Ja, lachwekkend. Ja? Ja. En wat vindt u dan lachwekkend? Want wat ik vind het eigenlijk... Ja, mag eigenlijk niet, maar ja. Wat Ik ben een rode Ferrari, kraak het dan. Ik ben een rode Ferrari, joh. Ja. Inderdaad. We gaan het nou maar geel maken. Nou ja, als je denkt dat je met een Ferrari rijdt, dan krijg je dat. Dat is het. Heeft u nog vragen? Nee hoor. Geen vragen? Nee. Oké, okay, prima. Ga ik u een fijne dag wensen. Ja, tot ziens. Ja, lopen. Fijne dag verder. Deze bestuurder hoeft zijn rijbewijs nog niet in te leveren en mag weer verder met zijn rode Ferrari. De bekeuring bedraagt €382.